Goeiedag. Leuk dat je even stopt bij Van de Endrozen. Op dit bedrijf telen we rozen op 8 hectare. En we produceren 365 dagen per jaar, 7 dagen in de week. Wij produceren 30 miljoen stelen per jaar. Ik run mijn bedrijf met mijn twee broers, derde generatie. Dit is de type Red Naomi. De Red Naomi, die is, als die open komt, is een hele mooie, fluwelen rode roos. Hij komt heel mooi open, veel bloemblaadjes. Roos is toch een bloem van liefde. En we zijn trots op dat we deze roos telen. Want deze bloem brengt toch verbintenis. En daar ook dat hij zo mooi is. Het is een hele snelle groeier. De rozen van knippen tot oogst is 6,5-7 weken. En je kan gewoon zien als je het goed doet, dat zie je heel snel terug. En dan, dat is dankbaar werk. Wij vinden het belangrijk om zo duurzaam mogelijk rozen te produceren. In 2025 krijgen we aardwarmte om zoveel mogelijk van het gas af te gaan. En de LED-verlichting, ja, daar besparen we gewoon een hoop energie mee. Nou, voor de Red Naomi roos moet je kiezen, omdat ten eerste hij bloeit mooi open. Vaasleven is meer dan een week. En ja, je krijgt gewoon een hoop plezier als je hem in huis hebt. Veel plezier met vervolg van de route door het mooie Westland.